Dit is de koningspython. Koningspythons worden ook balpython genoemd. En het zijn eigenlijk reuzenslangen, maar ze behoren eigenlijk tot de dwergen onder de reuzen. Hè? Wat tegenspraak. De balpython is zeer populair als huisdier, is ook een legaal huisdier. En het kleur en het patroon op deze slang is grotendeels hoe dat moeder natuur de koningspython ontworpen heeft. Een khaki kleur met een iets wat gebroken patroon. Typisch voor grondbewonende slangen die zich in het gebladerte van de bosgrond verschuild houden om de prooi in een hinderlaag te kunnen vangen. Het zijn wurgslangen die vangen de prooi door de prooi om het leven te brengen door wurging. De laatste jaren worden koningspythons gekweekt in een grote hoeveelheid verschillende kleurmutaties. Koningspythons zijn ter adoptie bij ons hier in SOS Reptiel. En we hebben een aantal verschillende kleurmutaties die voor het moment in aanmerking komen voor adoptie. Mocht adoptie u interesseren, neem gerust contact op via www.adopterendier.be.